Van harte gefeliciteerd. Hoe was het? Ja, het was geweldig. Ik was zo blij. Echt zo leuk. Want ik heb al een paar keer meegedaan, dus ik was echt mijn laatste jaar, zeg maar. Dus ik wilde echt heel graag winnen. Dus ik heb ook echt alles eruit gehaald. Yes. Hoe denk je dat de toekomst eruit ziet? Ja, ik hoop wel muziek erin natuurlijk. Dus, ja, ik hoop ook wel naar het conservatorium te gaan, maar ik weet nog niet zeker of ik dat wil. Dus ik wacht nog even een jaartje ermee. Ik heb me wel opgegeven voor The Voice of Holland en zit nu in de auditierondes. Dus ik moet nog een paar audities voordat ik op tv kom. Dus ik hoop dat ik daar wel kom. Ga je straks nog een feestje vieren? Ja, dat denk ik wel. Hoop ik wel. De Raad nam dinsdagavond op voorstel van het college BMW het besluit met 20 tegen 13 stemmen om de aandelen van afvalverwerker Twents te verkopen. Vraag aan wethouder Alex Langius. Slacht Almelo de kip met de gouden eieren? Nou ja, kijk, de aandelen kunnen geld opleveren. Dat is meteen een bedrag in één keer. Maar je verliest inderdaad je jaarlijkse dividenduitkering van Twents. Dat is wel gebruikt als dekkingsmiddel in onze meerjarenbegroting. Dus daarvoor dat bedrag, zo'n 280.000 euro op jaarbasis, zul je dan een oplossing moeten vinden in je begroting. Het geld dat je als bedrag in één keer krijgt, x aantal miljoenen, dat kun je op je eigen bank zetten. Dan kun je misschien wat rente vertrekken, maar je kunt er ook nuttige dingen mee doen. Je kunt inderdaad je leningenportefeuille afboeken. Maar je kunt ook zeggen, we steken het in duurzaamheidsinitiatieven in deze stad, omdat we die belangrijk vinden. En dan geven we een impuls aan dat dossier. Ja. Maar waar ik aan denk is, als u geld leent van een Nederlandse van de bank van de Nederlandse gemeenten, dan is dat maar een paar procent. En lijkt me dat dat dividend een stuk hoger is. Nou, relatief gezien valt dat mee. Het is zeker geen slecht dividend. Maar ook daarvoor hebben we natuurlijk geen enkele garantie. Het dividend van vandaag hoeft niet de dividend van morgen te zijn. Dat kan ook tegenvallen en opeens lager worden. We krijgen een aardig rendement, dat is zeker zo. Het probleem van het wegvallen van de dividend zul je in je totale begroting dan moeten oplossen. Nou, in principe gaat het verhaal over een studentenopstand. En dan heb je natuurlijk Valjean, die zijn leven volg je in dit stuk. En je ziet, en dat raakt helemaal verwikkeld met die studentenopstand. Ja, ik was Jean Valjean, dus ik ben dan degene waar eigenlijk welk leven je volgt, zeg maar. Dus dat is een van de grootste rollen in het stuk. En ja, je volgt Valjean van het moment dat hij zijn vrijbrief verbreekt tot het moment waar zijn einde is, zeg maar. Dus het is echt, je gaat echt een heel groot deel van zijn leven doe je aan mee. Mm-hmm. En dat is wel heel mooi om te spelen ook. Ja, want eigenlijk was het de hoofdrol die jij hebt gehad in deze voorstelling. Dus hoe is dat om zo'n grote rol hier in Theaterhotel, om dat te staan? Nou, heel spannend. Het was ook mijn eerste jaar drama en ik kreeg gelijk een van de hoofdrollen. Javert was net zo'n grote rol als dat voor mij. Dus dat was in het begin van het jaar heel spannend voor mij. Ik had geen ervaring eigenlijk met drama. Maar Joran dacht blijkbaar dat ik goed genoeg was en toen heb ik het maar geprobeerd. En ik heb me echt, en met hulp van sommige medestudenten heb ik het echt gewoon gered. En daar ben ik heel blij om dat het nu gewoon goed is gegaan. En was er ook familie hier komen kijken? Ja, mijn ouders, mijn stiefouders zijn geweest, mijn broers en mijn opa en oma. En die moest nog best een eindje. En dus mijn opa best een uitdaging nog om hier helemaal heen te komen. Maar hij heeft het wel gedaan en daar ben ik heel blij mee. En hij was ook heel blij toen ik hem even zag in de foyer. Ja. En ja. Wat vond hij van de voorstelling? Hij was heel trots op mij en hij vond het een geweldige voorstelling. En het was echt heel leuk om te zien. Oh, mooi om te horen. Ja. Ik begreep dat jij vooral verantwoordelijk was ook voor de requisieten en kleding en dergelijke. Wat heb je daarvoor gedaan? Ja, ik was vooral verantwoordelijk voor de kostuums. De requisieten heeft een ander team gedaan. Maar we hebben echt verschrikkelijk veel gedaan. We hebben alles zelf genaaid. We hebben in een al bestaande theatergroep hebben we gevraagd naar kostuums die we mochten lenen. Hebben we zelf geregeld met de hulp van Joran. Hebben we zelf uitgezocht wat past bij elk karakter, zeg maar. En we hebben er vooral zelf heel veel tijd in gestoken om te kijken wat past nou waar. En hoe gaan we dat met de kostuumwissels doen en wat is handig. En ja, dat heeft veel tijd in beslag genomen, maar het was erg leuk. En ik begreep dat er ook heel wat naaimachines op school stonden. Dus dat jullie ook alles zelf gewoon hebben aangepakt. Ja, we hebben alles zelf genaaid. Hebben thuis, bij mensen thuis hebben we het gedaan. Gezellig met een kopje thee en de musical op de achtergrond aan. En
Ja, we hebben op school heel veel gewerkt aan. Maar het was eigenlijk heel gezellig steeds. Dus het was geen probleem. En hoe lang hebben jullie er uiteindelijk aan gewerkt, aan deze hele voorstelling? Oh ja, we zijn eigenlijk al vorig jaar, vorig schooljaar, een klein beetje mee begonnen. In ieder geval het idee dat we Les Misérables wilden doen. Tenminste, een verhaal gebaseerd op dat boek. Dus ja, sinds toen eigenlijk al. En toen hebben we verder 2 uur per week natuurlijk aan besteed. En daarna nog thuis, echt nog wel eens 2 uur per week thuis, minimaal wel, denk ik. Oké, want iedereen oefende gewoon zijn eigen aandeel ook thuis, gewoon de liedjes en de teksten. En ook met elkaar, neem ik aan? Ja, in de lessen deden we het natuurlijk allemaal samen. En voor de rest verder thuis alleen. Tenzij met iemand afspraak natuurlijk om het te gaan regelen. Dus ja, nee, dus heeft echt heel veel tijd in gezeten. En nu? Mag je nu ontspannen? Ja, maar ik weet niet of dat nou zo leuk is. We zitten allemaal, denk ik wel, dat we nog wel een keertje willen en nog wel een keertje willen. Omdat er zoveel tijd heeft gezeten en is het na 1 keer al afgelopen. Maar gelukkig is het gefilmd en kunnen we het zelf ook weer terugkijken. Dankjewel. Ja, top. Toppie. Wij hebben vandaag open huizendag en daar een open huis van het Riethuis. De oude Rietmavo is nu getransformeerd naar 34 nieuwe appartementen. En ze worden in de eerste week van juli opgeleverd. We hebben in december een kijkersdag gehad. Toen hadden we wat contouren uitgezet op de begane grond. Konden mensen een indruk krijgen hoe de woningen eruit komen te zien. Maar toen hadden we al beloofd van als de eerste woningen klaar zijn, dan organiseren we een open huis. Dat is nu, want deze 2 appartementen die vandaag te zien zijn, zijn helemaal klaar. Dus er zit een keuken in, er zit een badkamer in, het toilet, de afwerking is zichtbaar. Mooie hoge plafonds, 3,5 meter hoog. En op de begane grond is het 4,5 meter hoog. En alle appartementen die nu nog beschikbaar zijn, hebben 2 slaapkamers. De huurprijzen, de 12 appartementen die hier nu in dit mooie gebouw nog beschikbaar zijn, is de huurprijs tussen de €640 per maand en de €710 per maand. En er komen dan nog wat servicekosten bij. We zitten nu op de eerste verdieping. Op de begane grond zijn de mensen binnengekomen. En via een bouwtrap zijn we naar de eerste verdieping geklommen. Het is vrij hoog, maar het is ook een heel hoog gebouw. En dan hebben we hierboven nog een tweede verdieping. En dat is op een zolderetage onder een mooie kap waar de houten balken ook zichtbaar zijn, zijn ook nog 2 appartementen beschikbaar. Het is een gemeentelijk monument, deze oude Rietmavo, wat zometeen het Riethuis gaat heten. En het gemeentelijk monument is gewoon helemaal intact gebleven. Alle oude muren zijn blijven staan. Maar ik heb vandaag ook weer gehoord van heel veel mensen die de school van vroeger kennen. Binnen is het helemaal anders geworden. De klaslokalen zijn niet meer zichtbaar, de gangen zijn er niet meer. We hebben ervoor gekozen om de appartementen echt over de gehele diepte van het gebouw te maken. Dus van achteren naar voor. De appartementsdeuren komen ook aan de achterzijde. Daar wordt ook nog een galerij en de liften gerealiseerd. Dus van binnen is het helemaal gemoderniseerd en vindt u daar 34 mooie moderne appartementen. I'm running round in circles, meeting people I see every day. There's no one left to talk to, 'cause I already know each word they'll say. In the land of the living, there's a key. Feit dat u 60 jaar lid bent van deze EHBO. En dat zijn er niet veel die u dat bij deze afdeling of bij een heleboel andere afdelingen van de EHBO of waar dan ook in het vrijwilligerswerk die u dat nadoen. Is dat nog steeds hetzelfde als voor 60 jaar terug? Nee, er is enorm veel veranderd in die 60 jaar. Ik zal even beginnen. Ik ben even aan de kaart in een fabriek. Hebben ze mij gevraagd of ik EHBO-man wil worden. Ik ben EHBO-man geworden met hart en ziel.
Ik heb twee jaar studie voor over gehad om dat te doen. Toen ben ik ook in het bedrijf bij de EHBO gebleven. Ik heb daar verder nog een opleiding gevolgd als brandweerman. En ik was bij het bedrijf zelfbescherming, daar beneden al te kaarten. En zodoende heb ik dat allemaal langzamerhand opgebouwd om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ik ben ook bij de EHBO altijd doorgegaan. Ik heb bij de winterdag altijd 24 lesavonden gevolgd. Nadat er nu maar zo weinig lessen worden gegeven op het ogenblik. Persoonlijk vind ik het echt jammer dat er zo weinig gedaan wordt meer. Maar het is wel belangrijk dat de mensen ook als EHBO'er het werk gaan doen wat ik geprobeerd heb om heel rustig op te bouwen in die 60 jaar. Dus wat ik maar wil zeggen, er zijn maar weinig mensen die voor een zo'n mooie vereniging als de EHBO en een zo nuttige organisatie als de EHBO zo lang de schouders eronder zetten. En daar mag best bij stilgestaan worden. Dat is feitelijk wat gebeurt en waarom ik hier nu ook ben. Dan is het cirkeltje rond, want dan kom ik bij de feitelijke reden waarom ik hier ben. Namelijk dat ik als burgemeester, als woordvoerder van al die mensen die in de stad Almelo genieten van evenementen, van lopen, van avondvierdaagse, van je kunt het zo gek niet bedenken waar de EHBO de schouders onder zet. Namens die gemeenschap mag ik waardering komen brengen. En dat zijn deze woorden, waarderende woorden. Maar dat is ook een blijk van waardering dat maar weinig Almelo'ers ten deel valt. En dat ook alweer een hele poos niet meer uitgereikt is. Dat is namelijk de stadsspeld van de gemeente Almelo. En die wil ik u heel graag opspelden, want dat doe je met een speld. Laten we u graag ook eerst even zien. De Almelo-speld, zo ziet hij eruit. En als u mij toestaat, dan ga ik hem met uw revers spelden. Met de sluiter erbij, want dan gaat u zich daar ook niet aan bezeren. Met de ruiten 3 van Almelo erop. Meneer Kort, van harte gefeliciteerd. Draag hem met trots. Dank u wel. En wees een voorbeeld voor ons allemaal. Ik hoop dat je dat gegeven. Er hoort ook iets bij wat bij een heleboel mensen in de linnenkast verdwijnt. Maar wat ik in uw geval niet hoop, namelijk een oorkonde. We hebben een kringloopbedrijf, samelen herbruikbare goederen in voor de gemeente Almelo of in de gemeente Almelo. En bij de beurs aan de Frederik van Eerdestraat zijn wij begonnen en hebben gezien dat we eigenlijk op termijn toch wel naar een iets grotere locatie moesten. Zijn beginnen te kijken in Almelo waar of het zou kunnen. En deze locatie leek ons heel erg geschikt en daarom hebben we besloten om deze winkel te starten als Kringloop XL. En de Frederik van Eerdestraat, dat blijft ook gewoon bestaan? De Frederik van Eerdestraat blijft zeker bestaan. Eigenlijk zo lang als wij niet per se uit het pand hoeven. Omdat de gemeente of de eigenaar er ofwel woningen of iets anders zou willen gaan doen. Zullen wij aan de Frederik van Eerdestraat kunnen blijven. Hoe komen jullie aan de spullen, zeg maar? Wij hopen eigenlijk dat met ons advertentiebeleid dat de klanten zien dat ze bij ons spullen kunnen brengen. En dat ze ook zien en horen dat wij herbruikbare goederen op kunnen halen. En op die manier komen wij eigenlijk op aanbod van de klant aan onze goederen. Wij doen ook ontruimingen. Dat is even een tikkeltje anders dan wanneer we goederen ophalen bij huis. De spullen die je ophalen bij huis moeten natuurlijk sowieso herbruikbaar zijn. Anders nemen ze niet mee, maar als we echt een ontruiming hebben, dat doen we dan op offerte. Dan nemen we ook de niet herbruikbare spullen mee. Soms is het dan zo dat we zelfs een container bij een huis plaatsen. Wanneer wij ook de vloerbedekking er bijvoorbeeld uithalen, die we dan uiteraard moeten weggooien. Je hebt net een schilderij laten taxeren. En, viel dat mee? Nou, viel wel mee. Ik was hierheen gegaan om te kijken van wat die waard was. Mijn schoonvader zei €150, ik zeg 100. Dus dat was een beetje een discussie. Dus ik denk, ik ga hier eens in om eens kijken wat de taxateur ervan zegt. €150 was toch wel een reële waarde. Dus.
ben sinds 3 dagen de nieuwe voorzitter van de vereniging. Ik ben de opvolger van Erik Butke. Erik heeft 7 jaar lang het voorzitterschap gedaan en die heeft besloten het over te dragen. En ik heb aangegeven dat ik het wel wou. En ik ben al heel lang lid hier, vanaf mijn 14e. En in het verleden ook wel actief geweest in commissies. En nu diende deze mogelijkheid zich voor en ik had zoiets van, nou, er zijn een ontzettende mooie bloeiende vereniging met heel veel enthousiaste vrijwilligers. Met een hele mooie stel mensen in het bestuur. En ik had zoiets van, ja, dit is geweldig. Als je met zo'n mooi team kunt werken aan een mooie vereniging, dan is dat heel makkelijk om de ja tegen te zeggen. Het ledenaantal is gestegen sinds vorig jaar. Waar komt dat door? Ja, we zijn in tegen de tendens van wat landelijk gebeurt bij de KNLTB. Dat zie je toch binnen de verenigingen dat het ledenaantal aan het dalen is. Zijn wij precies tegenovergesteld, zijn we aan het stijgen. Ik denk dat wij dat het met name vandaan komt omdat we heel veel inzetten op verschillende doelgroepen. Heel erg ingezet vorig jaar op het 45-plus als doelgroep. We doen veel voor de jeugd. En daarnaast proberen we eigenlijk voor alle leden binnen de vereniging datgene te bieden waar ze naar op zoek zijn. En dat is over het algemeen ook gezelligheid, een vereniging, dus het met elkaar doen. En zorg dat je het lekker aan het tennissen bent, maar na die tijd ook een lekker drankje met elkaar en het gewoon leuk hebben met elkaar. Ja. De hele top in de tennis, dat interesseert jullie niet zoveel, geloof ik, hè? Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben wel een heel goed jeugdselectiebeleid. Vanuit de jeugd zijn we echt wel bezig om talenten de kans te geven om zich te ontwikkelen. Je merkt wel dat op het moment dat de jeugd wat ouder wordt en je hebt talentvolle spelers, dat ze op een gegeven moment op een leeftijd komen dat we eigenlijk te weinig talenten binnen de vereniging hebben om het nog uitdagend te houden. En daarin zoeken we de samenwerking op met andere verenigingen om ervoor te zorgen dat die talenten zich verder kunnen ontwikkelen. Wel in de hoop dat ze verbonden blijven bij ons aan de club. Maar als je zegt van we willen ze alleen bij onze club houden, ja, dan blokkeer je eigenlijk hun ontwikkelingsmogelijkheden en dat willen we voorkomen. Wij hebben hele goede trainers. We hebben verschillende trainers, meerdere. We hebben 3 trainers, waarvan 1 trainer Patrick Visser, die zich wat meer bezighoudt met de selectiejeugd. En daarvoor zorgt dat ze op adequate training krijgen die ze nodig hebben. En Annemiek is de trainer die ook wat meer inzet op de 45-plussers doelgroep. En de wat recreatieve jeugdspelers, dus voor elk wat wils. Oké, zou ik nog wat tegen de Almeloers willen zeggen over de club? Ja. Als mensen voornemend zijn om te gaan tennissen of het lijkt ze leuk. Het is jammer dat je er misschien vandaag niet was en misschien ook wel dat we je mochten begroeten. Maar kom langs, stel vragen. Op de website is een link te vinden of een e-mailadres waar het geen probleem is om informatie te halen om eventueel lid te worden. Of een proefcursus om het gewoon te proberen. Maar wees welkom en voel je thuis hier. Dat is de eerste keer dat we hier zijn. Ja, daar hebben we vaker van gehoord. Ja. Maar we vinden het wel indrukwekkend, groot. En we zullen kijken waar het wordt. Een verwendag voor de van de studenten voor de ouderen. Wat houdt het precies in? De verwendag voor ouderen hebben we georganiseerd vanuit het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En wat is dat nu? Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zeg maar dat we studenten dingen willen bijbrengen over de maatschappij. Dat ze de maatschappij wat geven, maar dat wij ook de maatschappij naar binnen halen. Zodat ze met elkaar in verbinding komen. Nou, ik ben natuurlijk ontzettend trots op het ROC van Twente. A, dat wij zulke projecten mogen ontwikkelen en uitvoeren met onze studenten. Maar ook dat we toch uiteindelijk een team innovatieprijs hebben gewonnen. Samen met de Wisseltuin. Daar worden dingen gepoot. Onze studenten maken het hele groeiproces van bijvoorbeeld een slaapplantje mee. Ze gaan het oogsten en vervolgens wordt het verwerkt in een diner voor onze gasten. Bijvoorbeeld voor het verwenddiner van vanavond. Dus ze poten en onze gast wordt ermee verwend. Hoe mooi is dat? Nick, ja. Wat vind je er nog van dat je voor de ouderen mag gaan koken? Ja, superleuk en heel leerzaam natuurlijk.
wij als klas zijnde die koken graag, dus ja, we doen het met alle plezier. Wat vindt u er nou van dat het ROC dit organiseert? Geweldig. Super. Ja, we moeten opblijken hoe het uitvalt. Ja. Ja. Is het drie gangen of vier gangen dan nu? Nou, dat weet ik niet. Dat mag wel meer zijn. Maar geen wijntje bij? Nee, ik ben geen wijn. Geen alcohol. Nee. In 2011, juni of juli, ben ik begonnen met Stichting Zuurvernuiver. Stichting Zuurvernuiver is een speerpunt voor alle cannabis-gerelateerde ondernemingen die legalisatie van cannabis voor recreatieve en voor medicinale doeleinden voor het oog hebben. Ik vind het heel belangrijk dat het gelegaliseerd wordt, omdat het gedoogbeleid zoals het de laatste 40 jaar geweest is, gewoon failliet is en alleen maar gezorgd heeft voor een hoop ellende. Vooral de rechtspositie van kwekers is een groot probleem in dit gedoogbeleid. Ik heb goed gekeken naar het beleid in Amerika en hoe zich daar de boel ontwikkelt. En daar zijn het in bijna 29 staten is dat medicinaal geregeld. En ik dacht dat het een ludieke actie was om op dezelfde manier hier in Nederland een poging te doen om een legalisatieproject neer te zetten. Wietolie wordt gebruikt voor een hele grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Eigenlijk een hoop mensen die uitbehandeld zijn bij bijvoorbeeld pijnpolies, die hopen dat de wietolie ze toch iets verlichting biedt. Het wordt ook ingezet bij de bijverschijnselen van reguliere behandeling tegen kanker, zoals chemo. En daarmee kan je iets makkelijker met de chemo op zich omgaan. Dat kan hele nare bijwerkingen hebben. En zo zijn er nog veel andere toepassingen mogelijk. Epilepsie wordt CBD vaak voor ingezet. THC wordt ook vaak gebruikt voor het in slaap komen of het iets tot rust komen van de geest. Dus het heeft een hele brede inzetbaarheid. Het is in principe vanaf 18 jaar voor iedereen toegankelijk. Wel zeggen we altijd, overleg het gewoon met de arts en is het verstandig om gewoon met je dokter te blijven praten, ook al gebruik je de wietolie. Staan artsen er open voor? De ene wel, de andere niet. Het wordt steeds beter bespreekbaar omdat steeds meer mensen melden dat ze dit willen gebruiken. En ja, dan wordt de arts eigenlijk gedwongen om er een mening over te gaan geven en dat is eigenlijk ook de bedoeling. Het is een full spectrum extract. Dat betekent dat je het hele plantje stript van alle waardevolle cannabinoïden. Het is dus niet echt één bijzonder belangrijk product wat erin zit. Het is echt een combinatie van een heleboel verschillende cannabinoïden. Maar ook dat moet ik verwijzen naar de wetenschap, want die zal moeten bewijzen welk stofje het belangrijkste is en welk stofje het eigenlijk daadwerkelijk om gaat. We praten over zo'n 25 vrijwilligers die op dit moment actief zijn voor de Stichting Zuurvernuiver. Je hebt heel veel verschillende soorten wiet in de aanbieding. Voor ons is het op dit moment gewoon, omdat we het niet mogen kweken, zijn we afhankelijk van het aanbod wat donateurs aan ons beschikbaar stellen. Ik zou heel graag natuurlijk de eigen kweek in handen nemen, maar we hebben wel besloten om daartoe eerst een vergunning aan te vragen en te wachten tot de politiek mogelijkheden gemaakt worden om dat ook te doen. Het is denk ik op dit moment niet meer een kwestie wat ik wil, want het publiek bepaalt op dit moment hoe groot wij gaan worden. Er is ontzettend veel belangstelling voor en zolang er belangstelling is blijven wij hard doorwerken. Er is een ramp gaande. Miljoenen mensen leven op de rand van de hongerdood in Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, Somalië en Jemen. Kinderen sterven nu aan ondervoeding. Toekijken kan niet. Deze mensen hebben uw hulp nu nodig. Met noodhulp helpen we miljoenen mensen overleven. Red levens. Geef voor eten.
Geef op Giro 555.